Riders ready. Watch the gate. Goed, dames en heren, we zijn vandaag te gast bij het TVE-sportteam in het Gelderse Druten. Waar we een kijkje mogen hebben in de keuken van het TVE BMX sportteam. Naast mij Laura Smulders. Laura, ja, het grote publiek kent jou natuurlijk, hè, van de bronzen medaille. De grote verrassing, inmiddels alweer 4 jaar geleden bijna. Ja. Londen, 18 jaar oud was je toen. Inmiddels zijn we 4 jaar verder. We hebben geluk eigenlijk dat we je treffen hier vandaag in Druten, want je hebt een hele drukke week. Vertel. Ja, we zijn zondag teruggekomen uit Manchester. Daar hebben we de Britse Open mee gedaan. Nou zijn we dus net een hele dag thuis ongeveer. En morgen gaan we weer naar Rio toe. Daar kunnen we dan de baan gaan testen. En daarna gaan we meteen weer door naar Argentinië voor de eerste wereldbeker. Dus we zijn nu 2,5 dag thuis. Dus ja, het komt ziek. Nou, blij dat we je kunnen treffen hier in ieder geval. Je gaat de baan testen. Vorig jaar was er ook wel een test georganiseerd in Rio. Hè? In oktober was dat, maar dat liep niet helemaal goed, geloof ik. Nee, nou ja, ze hebben toen die baan aangelegd. Die is getest, maar die bleek niet helemaal in orde te zijn. Niet aangepast voordat de officiële Olympische test-event was. Dus dat was een beetje jammer. Maar het zijn dus daar met z'n allen geweest tot de conclusie gekomen dat het zeker nog niet goed was. Nu hebben ze hem als het goed is wel eenmaal goed aangepast. Dus dan mogen we weer terugkomen om nog een keer te testen. De laatste kans voor de Spelen. En nou, hopelijk ligt hij er goed bij. Maar goed, zover is het nog niet. Hè? Er staat nog wat anders op het programma. Vorig jaar heb je een heel bijzonder jaar gehad eigenlijk. Hè? Dat begon eigenlijk afhankelijk een beetje vervelend. Je had een blessure. Wat was dat precies voor blessure? Ja, in december raakte ik geblesseerd aan mijn knie. Ik had hem verdraaid en daar heb ik eigenlijk 5 maanden ben ik daar zoet mee geweest. En na 5 maanden wel weer wedstrijden kunnen gaan rijden. En niet de beste voorbereiding gehad natuurlijk. Maar uiteindelijk ging het best wel goed. Ik kwam heel wat kracht tekort dat seizoen omdat ik gewoon geen krachtopbouw had kunnen doen. Alles had verloren. Maar op zich nog een goed seizoen kunnen rijden met Nederlands kampioenschap. Ik wou net zeggen, en, ja, ik was in de Veen verraste je denk ik vriend de vijand door er gewoon weer te staan opeens. Ja, inderdaad. En ik verraste mezelf ook. Ja. EK derde, WK vierde en vijfde geworden. En aan het eind van het jaar ook nog podium op wereldbeker. Dus ik mocht zeker niet klagen. Nee. En hoe is het dan nu, begin 2016? Heb je dat kunnen vasthouden, die goede lijn? Nou ja, ik heb deze winter natuurlijk wel een goede winter kunnen draaien. Ik ben echt een heel stuk sterker geworden. We hebben heel veel trainingen verricht in Las Vegas op ons trainingskamp. Super goed gehad. En we hebben nu 2 kleine wedstrijden gereden. En die zijn ook al goed gegaan. In Kaan ben ik dan tweede en eerste geworden. En nu van het weekend vierde en eerste. Dus in Manchester. Dus het zit goed. En ik heb heel veel zin in de wereldbekers. Die tellen natuurlijk dit jaar. Dus ja, hoe zou het zien? Ja, goed, wereldbekerwedstrijd inderdaad. Dan het wereldkampioenschap natuurlijk in Colombia. Ja. En dan in augustus de Olympische Spelen. Wat voor risico's loop je nou als sporter nog met een aantal grote wedstrijden nog op het programma? Nou ja, je kunt natuurlijk niet gaan inhouden. Nou, ik moet punten scoren voor het land en ik moet punten scoren voor mezelf. Ik moet mezelf gewoon laten zien en de rest natuurlijk dat ik naar de Spelen moet gaan. Dat ik kans maak op een medaille. Dus je loopt altijd risico in onze sport. Het is nou helemaal een risicovolle sport. Op de wereldbekers gaat iedereen 100% en ik ook. Ja. Ja, dus een valpartijtje zit in een klein hoekje. Ik bedoel, dat kan altijd gebeuren. Dus, je moet niet extra daarover na gaan denken of zo. Dat is niet nodig. Gewoon je ding doen, lekker fietsen en zien wel hoe het gaat. Voel je nu dat het anders is? Dat de wereld anders naar jou kijkt? Nou ja, dat was de dag daarna al. Toen keek iedereen er anders naar. Want toen was het, laat staan over 4 jaar. Laura Smulders, moeten we in de gaten houden. Ja. Nou ja, daar heb ik nou 4 jaar aan kunnen wennen. Dus het is nog steeds hetzelfde. Iedereen wil heel graag natuurlijk naar de Spelen toe. Er zit nou wel iets meer druk op, omdat ik al veel meer dingen heb laten zien. Maar uiteindelijk wil ik er met hetzelfde doel heen gewoon het beste laten zien wat ik in me heb op dat moment. En hopelijk resulteert het uiteindelijk goed. Oké, nog één dingetje dan die ik tenslotte wil vragen.
Je hebt natuurlijk vorig jaar een belangrijke wijziging doorgemaakt. Je bent uit de nationale selectie gestapt en je bent aangesloten bij het TVE BMX Sportteam. Dat is een behoorlijke beslissing, denk ik, die je neemt als sporter. Ja. Je bent gewend om een bepaalde trainingsmethode, zeg maar, te hanteren. Is dat ook de reden geweest dat je die overstap uiteindelijk hebt gemaakt? Dat er misschien een andere trainingsmethode beter bij jou past? Het waren verschillende dingen bij elkaar, maar ook zeker trainingstechnisch. Ik wilde gewoon mijn eigen programma gepersonaliseerd aan mij. Wat ik zelf nodig heb, wilde ik graag doen. Ik wil niet op de spelen kunnen zeggen van had ik maar dit of had ik maar dat gedaan in de afgelopen jaren. Dus ja, om zo'n twijfel uit te sluiten, heb ik die keuze gemaakt. En na een jaar kan ik zeggen, ik ben hartstikke tevreden mee. Ik ben echt blij dat ik de keuze heb gemaakt. Ik heb nog steeds geen spijt gehad, dus... En ik denk ook niet dat ik dat ga krijgen. Ik voel me hartstikke goed. We hebben een super team staan. En het is hartstikke leuk, NOS team. En iedereen is hartstikke blij ermee. Dus het gaat heel goed. Er zit hier een dame voor me vol zelfvertrouwen, zie ik. Ja. Nou, mensen, u ziet het. Dat moet goed gaan komen op de Olympische Spelen. Nou, we gaan eerst nog even genieten van je in de komende wedstrijden. Zeg maar de wereldbekerwedstrijden. Het wereldkampioenschap natuurlijk. Ik hoop op een nog mooier resultaat in Rio. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel. Kijk, je moet natuurlijk, het BMX heeft zoveel verschillende facetten. Het gaat allemaal om die eerste meters. Ja, dan kun je niet alleen op de fiets trainen. Dus dat heeft met sprinttraining, met krachttraining zoals we hier doen, dat heeft allemaal mee te maken. Plus je moet de rondjes vol kunnen houden, dus de duurtraining heb je nodig. Dus het is zo'n bijzondere sport eigenlijk, waar zoveel verschillende facetten voorbij komen. Ja, dus je moet echt alles trainen en dat is dus per persoon is dat verschillend.